Fabrikanten van slimme apparaten hebben onvoldoende oog voor de veiligheid van hun producten. Dat schrijft de Consumentenbond in een rapport. Veel apparaten bevatten kwetsbaarheden en fabrikanten doen te weinig om die te verhelpen. Aan de lijn Gerard Spierenburg van die Consumentenbond. Gerard, ja, je hebt het over slimme apparaten, maar waar moet je dan aan denken? Ja, dat kan een heleboel zijn hoor. We hebben er steeds meer in huis tegenwoordig. Denk aan je slimme thermostaat of je smart tv of beveiligingscamera's, babyphones. Ja, allemaal dat soort dingen. Apparaten eigenlijk die verbonden zijn met het internet. Ah ja, dus niet je elektrische tandenborstel of je stofzuiger? Nee, als die niet verbonden is met het internet, niet. Nee. Maar als die wel verbonden is met het internet, dan weer wel. Ja, en wat is dan wat het zo onveilig maakt? Eigenlijk verschillende dingen. We hebben natuurlijk allerlei onderzoeken naar apparaten. We vergelijken ze met elkaar, maar we kijken vaak ook naar de veiligheid. Daarbij voeren we ook, als we denken van nou, dit apparaat is kwetsbaar, dan voeren we hacktests uit. Dus dan proberen we zo'n apparaat ook daadwerkelijk te hacken. En dat lukt ook in sommige gevallen. Of we komen andere kwetsbaarheden tegen. Dus dan kun je bijvoorbeeld de controle over zo'n apparaat overnemen. Van een printer bijvoorbeeld, of van een beveiligingscamera, van een babyfoon. En dan vervolgens gaan wij daar natuurlijk mee aan de slag. Hè, want dan gaan we naar zo'n fabrikant toe. En die stellen we daar dan van op de hoogte. Maar nog even concreet, Gerard. Wat gebeurt er precies als de controle wordt overgenomen over een printer of een babyfoon? Nou, je kunt je misschien voorstellen dat een babyfoon die hangt in een kinderkamer. En dan kan er een wildvreemde, heeft toegang tot die kamer, die kan dus naar jouw kind kijken. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat al niet zo'n prettig idee vindt, nee. Hè, dat iemand anders in jouw huis meekijkt. Maar soms kun je ook door zo'n babyfoon praten. En dan kan er dus een wildvreemde ook tegen jouw kind praten. En het lijkt me dat je dat helemaal niet wil. Nee. En we hebben nog een ander voorbeeld, iets pikanter. Je hebt ook een slimme vibrator. Ik wist niet dat die bestond, maar het is echt zo. Daar zit een wifi-zender in en een camera. Dan kun je een camera? En dan kun je dan beelden van jezelf maken, die delen met je partner of met iemand anders als je dat zou willen. Mm-hmm. Het probleem is alleen dat je een standaard gebruikersnaam en een standaard wachtwoord hebt die voor al die apparaten hetzelfde is. En een vreemde kan dus ook toegang krijgen tot die vibrator met camera. En ja, daarvan blijft me ook wel duidelijk dat dat niet de bedoeling is. Ja, dat is eigenlijk een soort loper dan, hè? Waar je de deuren mee open krijgt, dan krijg je dan al die vibrators mee open. Ja, dan zou je inderdaad toegang kunnen krijgen tot al die vibrators. Niet direct hoor, dan moet je wel eerst, in dit geval moet je dan redelijk in de buurt zijn. Maar goed, het risico bestaat wel. Ja, goed, jullie hebben dus de fabrikanten ingelicht over wat jullie allemaal hebben ontdekt. Hoe reageren die? Ja, laks. We hebben de 27 kwetsbaarheden aan het licht gebracht. En die gedeeld ook met de fabrikanten. Nou, heel vaak ontkennen ze het probleem. Ze weigeren actie te ondernemen of ze reageren gewoon helemaal niet. En we hebben zelf 14 ernstige kwetsbaarheden aan zijn medegedeeld. En daarvan zijn er maar 9 verholpen. Dus ja, het is gewoon echt onder de maat. En wat moet ik nou als consument? Stel dat ik, laat ik het maar even op een babyfoon houden, dat ik een babyfoon wil kopen. Kan ik die testen? Wat kan ik dan? Nou ja, dat is natuurlijk ingewikkeld. Ik weet niet of jij weet hoe je een babyfoon moet testen op zijn veiligheid. Maar ik zou dat niet weten. Nee, nou ik ook niet. Dus dat is heel ingewikkeld. Wat je wel kunt doen is in ieder geval de standaard gebruikersnaam en wachtwoord veranderen. En je kunt even op de verpakking kijken of googlen of de fabrikant informatie geeft over hoe lang je nog updates krijgt. En je zou nog even kunnen kijken op internet of er misschien bijvoorbeeld tests zijn gedaan, bijvoorbeeld door ons. En of wij vinden dat zo'n apparaat veilig is. En als het niet veilig is, zou ik het gewoon niet kopen. Zou ik gewoon een ander apparaat kopen. Nee, want ja, kijk, een babyfoon, vroeger deed je daar helemaal niks met wifi of wat dan ook. Dan zet je hem gewoon neer en dan liep je naar beneden en dan had je dat ding aan. Ja, maar tegenwoordig kan je dat bijvoorbeeld. Ja. Nou, je zou bijvoorbeeld de beelden op je telefoon kunnen ontvangen. Slimme deurbellen geldt hetzelfde voor. Hè. Dan kun je ook de beelden op je telefoon krijgen of met beveiligingscamera's. Dus dat is best handig. Hartstikke handig, maar ook hartstikke kwetsbaar, hoor ik al. Absoluut, absoluut. En als die fabrikanten allemaal zo laks reageren, Gerard, moet hier nog iemand anders gaan ingrijpen? Ja, lijkt me wel, hè. Wij vinden ook dat daar dan strengere strengere veiligheidseisen voor moeten komen. Nou, daar speelt de overheid natuurlijk een rol in. Fabrikanten moeten verplicht worden om hun producten gedurende de hele gebruiksduur van updates te voorzien.
We vinden ook dat ze hun klanten actief moeten informeren als er nou kwetsbaarheden in hun producten worden gevonden. En onveilige producten moeten natuurlijk gewoon van de markt af. En om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt, is ook weer stevige handhaving nodig. En ook daar hebben we de overheid voor nodig. Moet ik wel bij zeggen dat onze staatssecretaris, Mona Keijzer is dat, van Economische Zaken, die heeft dit onderwerp wel vrij hoog op de agenda hoor. Die is hier wel mee bezig. En wij hopen natuurlijk dat dit rapport nog een extra steuntje in de rug is, zodat ze nog meer handvatten heeft om er goed beleid op te maken. Ja, wie weet leidt dit wel tot een vibratorwet of zo. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond, dank je wel.